We gaan verder op onderzoek uit in de Academy. Wat is er hier op deze trap te... Niks. Oké. Wij gaan hier naar binnen. Jij gaat met ons mee, hè, dude. Kom. Ik hoor al vijandige geluiden. Je lichaam was schilderd en verderop staan ook vijanden. Looks like there's no way to sneak in. They need to avoid attracting attention. No way to sneak in. Dan gaan we een beetje via de zijkant. Dit kan ook weer kapot, zie je dat? Er zitten cracks in de muur. Waarom gooi je de muur eruit? Wat zit er dan in? Oracalcum ore. Daar kunnen we mee upgraden. Hier staan weer twee mannen. Er staan allemaal schilden. Er staat daar echt een heel legioen aan vijanden. Wat is dit? Een attack ding. Oh, dit zijn maar drie vijanden. Het lijkt een legioen. Kan hier tussendoor. Er ligt alleen maar een zakje. Ja, hij schalt de voeten. Lok in zijn attack, dat is ook niet raadzaam. Eerst al die minions aanpakken, dan die grote, denk ik. Skills. Hij maakt een ice zwaard van zijn zwaard. Ik gebruik even een potion. Hij is ook dood. Ik heb wel wat damage gepakt, maar ik heb de fight gewonnen. Is hier achter nog iets? Nee. Is daar achter nog iets? Nee. Dan gaan we naar binnen. Wat hoor ik? Oh, daarboven! Jezus! It automatically locked onto me. Achter de shield wall. Dat is wat ik moet doen. Dit was ook de quest, hè? Om die ballista's te vernietigen. Schiet nu de hele tijd mis, daar ben ik niet zo bang voor. Charged bombs. Kan dit kapot? Nee. Ik kan wel hier naar binnen. Er staan weer wat vijanden. Archon's Reach. Er zit een beest in deze kist. Hoor je dat? Er komt een geluid uit die kist. Denk ik, moet ik die kist kapot slaan? Moet ik... Die archers die pakken mij ook allemaal aan. Hè. De kist kan niet open vanaf deze kant. Hier zitten ook honden in. Ik moet een beetje die archers ontwijken. Ik neem nog een potion, want ik heb damage gepakt. Hier zit weer zo'n paarse veer. Daar kan ik niks mee vanaf deze kant. Ik spring ook in zijn attack. Dat is ook niet handig. Ja, al die archers moeten we een beetje tactisch aanpakken. En we komen er wel.
Daar staat dus een grote. Daar verderop staan nog die andere aardjes. Die grote moet ik even pakken. Er zit iemand die net in het filmpje zat met Bio. Dat lijkt er wel op. Ballista maintenance checklist. Die ballista die probeert weer op mij te targeten. Horen we aan het geluid. Hij faalt. Hier is zo'n blauwe magische kist. Maar ik weet niet hoe ik die open. Zie je dat? Of moet ik dat met zo'n bom doen? Zou dat kunnen? Zou dat kunnen? Weet ik niet. Dan moet ik dat hier even instellen. Dat we hier zeggen, ik gooi een bom op 3. Nee. Hoe open ik zo'n blauwe magische kist? Dat hebben we nog niet geleerd. Dat is gek. Dat is gek. Hoe open ik zo'n blauwe magische kist? Ik denk dat ik met deze knop in elk geval die ballista uitschakel. Ja, kijk, hij is uitgeschakeld. Dan moet ik daar dat gebouw in aan de overkant. Liefst op een veilige manier. En ik heb de charging module. Die neem ik mee. Zal ik mezelf hier laten vallen? Ik denk het wel. En daar beneden zit nog steeds een grote beest in die kisten. Waarvan we dus niet weten wat het is. Klinkt in elk geval heel eng. Maar goed, het komt wel goed. Ik ga verder naar de overkant. De ballista is uitgeschakeld. Ik zie hier nog een zakje. Ik zie daar een echo. Die kan ik niet opspringen. Ik pak die echo nog even mee. Marble's Decision. Lord, the city. Chaos and disorder don't even begin to describe it. The city is filled with greed. Wat een taal, jongens, wat een taal. As well as slaves who seize the chance to rebel. If we arrest all the transgressors, we'll have more in the prison than out. Understood. Inform everyone. I am declaring a state of emergency and a call for citywide martial law. Archon. I have no objections. I'm afraid it would be. Dit is waar de martial law wordt afgedwongen. We start with the Aristoi area and the citizen areas. After that, order the Aristoi to hand in their stars. The Archon of Civilians has agreed that the stardust the people need must be controlled by the government. Only when we shoulder this responsibility can we save Aethys. Uiteindelijk is dus iedereen gewoon van plan om de stad te redden, ook die vijand. Zo lijkt het. Everyone should be prepared for the long struggle that lies ahead. We must remain resilient in the face of chaos. This is the moment when Aethys needs us the most. Understood, my lord. It's an honor to fight alongside you once more. Weer wat geleerd. We vervolgen onze weg. We worden ook weer opgewacht. Door veel vijanden. Beetje uitkijken dat ik niet al te hard gehit word. Pak je wel wat damage. Even healen. Hier ligt niks. Ik kan verder lopen. Hier staat een archer.
dropt een Ice Concentrate en een Orichalcum Ore. En dit ziet eruit alsof het kapot kan, maar er is hier niks. Dus dan gaan we maar naar binnen. Hall of Prides. Speerwerper. Oh, er staat hier in één keer een man. Die er net nog niet stond. Die mij ook niet slaat, voor de een of andere reden. Vijanden die op mij aan het jagen zijn op dit moment. Dus ik moet een beetje uitkijken. Die dude zou hier toch ook ergens moeten zijn, Otto. Hé, hier was nog een deurtje. Maar ik wil hier beneden nog wat doen, denk ik. Damage Legion Trinket. Ik vind wel toch steeds weer handige items. Pak nog een level up. Vijanden genoeg hier, hoor ik. Hij is hier naar beneden gelopen. Ja, ik kan hier ook naar beneden. Wat is hier beneden? Een soort van cel. Kan ik dit lezen? Ja. Maar niet zolang ik mijn zwaard in mijn hand heb. Er is hier iets beneden. Ik ga op onderzoek uit. Er zitten beesten in die kooi. Ja, er zitten beesten in die kooi. Feeding the lions. Oh, die hekken kunnen kapot. Ja. Die hekken kunnen kapot. Maar dan kan ik dus ook kijken waar ik wel en niet in wil. Want hier ligt niks. Hier ligt een lion, maar er ligt geen loot. Hier was er eentje waar ook loot lag. Kijk bij hem, dus had ik kist. Oh, die kan ik dan weer niet opslaan. Nee. Ah. Dus ik kan niet alles kapot slaan. Kijk, deze die kapot kunnen, die worden ook wit. Maar hier is dan vervolgens niks. Dat is gek. Oh, hier zitten scheuren in de muur. Of hoort dat erbij? Nee, dat hoort erbij. Ja, dus die andere, daar kan ik dan gewoon niet in. Dus dan moet ik weer omhoog. Deze wand is beklimbaar. Meet up with Otto in the second floor of the armory. Er staat nog een man. Ik wil deze borden lezen. Kijk, become a Templar. Kan alles lezen. Kan alles lezen. Kijk, hier stond nog een man. Pakken we nog even aan.
Ik ben ook weer een leveltje up, dus ik kan weer wat attribute points verdelen. En een talent point. Misschien toch maar wat in de speer gooien. Dodge earlier when you were knocked down with a great SP cost. Ja, oké. Meet on the second floor. Oh ja, ik kan daarin. Maar dan wil ik eerst kijken wat hier beneden nog is. Ik wil niks missen. Want hier is ook een deurtje. Ah, dat is de tweede ballista die ik moet vernietigen. Dus daar moet ik nog niet heen. Dan gaan we toch maar eerst naar Otto. Om die andere ballista uit te schakelen voordat we daar naar beneden kunnen. Wat is dit voor slap? Dit is te lezen. Statue of Philippos. Philippos is een grote man, dat is wel duidelijk. Uitkijk ook, hè. Ballista schiet gewoon stukken muren af. Levensgevaarlijk, man. Armory. Ja, hier moest ik op zoek naar Otto. Dat is ook een save point. Daar staat Otto. Dan pak ik eerst even die save point. En dan maken we daar weer een checkpoint van. Activate. En dan gaan we in de volgende video kijken wat Otto ons te melden heeft hier op deze plek. Graag weer. Tot dan!